Ja, mijn naam is Mark de Man. Ik ben wethouder in Zuid-Friesland. En dat, ik moet je voorstellen, die gemeente, als je de kaart van Friesland pakt, die hangt hem in Zieren, alles linksonder is die gemeente. Dat betekent dat afstanden groot zijn, 89 kernen zijn, of meer dan een uur rijden van elkaar afliggen soms. En dan ga je ook echt 80 of 100 km per uur, dus om maar een gevoel erbij te geven. En waarom ben ik hier geïnteresseerd in geraakt, is omdat ik zie dat in kleine gemeenschappen het gewoon onontbeerlijk gaat zijn om technologie te krijgen. De dubbele vergrijzing, daar hadden we het net al even over. Nou, die is bij ons is die echt al aan de hand. En we hebben gewoon simpelweg de mensen en de mankracht niet om al die verschillende leefgroepen, al die verschillende kernen te blijven bedienen zoals we dat hadden gedaan. Daarnaast ben ik in het verleden betrokken geraakt bij het IJslands model. Dat is een model over alcoholpreventie onder jongeren. En ik heb daar gezien wat dataonderzoek eigenlijk bijvoorbeeld kan opleveren. Zo is dat bijvoorbeeld uit naar voren gekomen dat, en dan vat ik het maar even samen, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat je met je kind doet, maar de hoeveelheid tijd die je met je kind doormaakt. Terwijl al ons beleid daarvoor was geschreven, want nee, het gaat om de kwaliteit van de dingen die je met je kinderen doet. Nou, door dat soort indicatoren naar boven te halen, kunnen wij ook veel beter sturen. Waar hopen jullie op als gemeente? Wat zouden jullie willen aangrijpen? Nou ja, wat ik net eigenlijk in het begin zei, dat we dus die oplossingen vinden om die samenleving die er zijn en die groepen kernen, om die beter te kunnen bedienen. Maar wij zien als Zuid-Friesland, ik zeg altijd maar, en dat wordt ook altijd gezegd, we zijn geen stad en we zijn geen platteland. We zijn geen periferie, maar we zeggen, we zitten overal net tussen. En dat maakt dat wij ook wel een hele interessante proeftuin zijn om juist te kijken van welke dingen werken nou wel, welke dingen werken nou niet en hoe kunnen we ze gaan opschalen. Want we hebben dorpen met 50 mensen, we hebben dorpen met 300 mensen, we hebben ze met 1500, maar we hebben er ook één. Een stad noemen we dat dan, van 32.000 inwoners. Dus daar zit heel veel ertussen. En juist dat je eigenlijk binnen een gemeente waarvan je toch enigszins mag zeggen dat die populatie wel homogeen is, kunt kijken van in verschillende groottes of verschillende klasses, wat doet dat nou? Maakt dat wij denken dat wij een hele goede experimenteergemeente zijn. Waar je dat anders misschien in wijken gaat doen, kun je nu toch wat meer in subgroepen gaan testen en gaan experimenteren. Kan je weer tot voorbeeld noemen? Waar jullie nu al mee bezig zijn, waarvan je denkt, nou, dit kan echt binnen die city deal ook 2.0 worden? Of... Ja, waar wij nu echt druk mee bezig zijn geweest, omdat die gemeente zo groot is, om toch te kijken, maar hoe kunnen we nou komen tot voorspellende indicatoren? Hoe kunnen we nou kijken, voordat het misgaat, om toch te interveneren? Dat heeft in de eerste bijdrage net ook al gesproken. Wat uit onze datasets bijvoorbeeld is gebleken, is dat voor onze regio een heel erg voorspellend vermogen is. Als je twee kinderen hebt, als ze ouder zijn, en de oudste die gaat naar de basisschool, dat is echt een indicator dat er... Dan heb je statistisch heel veel meer kans dat je huwelijk op de klippen loopt. De stress van een kind dat naar school gaat, met een kind dat thuis is, met al het managen. Wij hebben een regio waar vrouwen vaak nog thuis zijn. Dus ik zeg maar wat traditionele rolbreden. Dat betekent automatisch huwelijk aan elkaar is vrouwenlief in de bijstand, manlief in de alimentatie en beide zakken in door het ijs. Nou, dat is een hele voorspellende waarde geweest bij ons. Maar wij zijn dat op een gegeven moment andere datasets gaan koppelen. Want we zijn dus ook gaan kijken, waar doet zich dat nou het meeste voor? En wat bleek nou? We hebben verschillende types grond hebben bij ons in de gemeente. Dus je had die hele rijke grond, zeg maar de kleigrond, waar je vroeger goed op kon boeren. En je had de arme veengrond. En wat blijkt nou? Op die arme veengrond heb je ook statistisch veel meer kans dat dit soort dingen gebeuren. Je kunt soms zelfs de oude watertjes nog zien. We zijn die beide datasets gaan combineren. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld in Kouden, een plekje op relatief arme veengrond met scholen met relatief meer kinderen, zijn wij centering parenting-achtige initiatieven gestart, waarbij ouders veel eerder met elkaar gaan praten. Hoe doe je dat nou, ouder zijn, en waar loop je dan tegenaan? Nou, dan kiezen we er ook voor om niet alleen de kwetsbare ouderen te pakken, maar om de hele populatie ouderen te pakken, van villawerk tot sociale huurwoning. En dan zie je dat allerlei systemen en constructen ontstaan, waardoor mensen met elkaar in gesprek gaan en ze uiteindelijk geen goed doen. Of hoe we doen dat mee. En dat is niet een dag-nacht verschil. Het is niet te denken dat niemand meer gaat scheiden of wat dan ook. Maar mensen komen erachter van, ik heb geen kinderen, maar goh, die vrouw, die is ook nog steeds aan het brullen en ik heb zulke wal op mijn ogen. En het schijnt dat bij iedereen toch zo ongeveer zo gaat. Wij geloven erin om altijd wel in de breedte op te pakken. Dus alle
vrouwen die zwanger zijn, worden we ons altijd gezien door de GGD. Allemaal door de verloskundige gezien. Niet alleen de mensen die in allerlei staatjes dan naar voren komen. En die zetten we in groepen bij elkaar. Ja, dan zit dan niet een verpleegkundige tegenover, zit er zo moet je doen. Nee, maar hoe gaat dat nou onderling? En dan zie je ook even dat een structuur ontstaat. Dat iemand bijvoorbeeld van een bedje nodig heeft en daar misschien een budget niet voor heeft. Dan zeggen we, oh, want die auto van ons, kom je wel brengen. Dan zie je in één keer een Mercedes-busje zo'n bedje brengen. Dat is echt wel mooi. Dus zo kunnen wij iets indicatoren, dus levenslooplijnen, identificeren. Wat zijn nou key life events? En kijken hoe wij daar per regio stuttende zaken hebben. We willen af van maatwerk voorzien en steeds meer naar algemene voorzien. Ja, alleen omdat het algemeen bij ons zo groot zal worden, zit je bij ons te, ik noem dat maar een algemeen maatwerk voorzien. Ja, dat is heel mooi. Ja. Nog even terugkomen op het koppelen van data. Ja. Hoe doen jullie dat? En welke data wordt gekoppeld? Nou ja, daar zijn wij steeds meer aan het groeien. Wij zijn nu echt ook nog in de opzuigmodus, dus alle data op te zuigen. We hebben een aantal mensen, en dat maakt het ons nu nog kwetsbaar, die heel erg betrokken zijn op het onderwerp. Dus we moeten nu gaan borgen dat het niet aan mensen gaat hangen. Maar bijvoorbeeld Data Friesland, dat is buiten Friesland is dat niet zo bekend, maar dat is een coöperatie van gemeenten, zorginstellingen, maatschappelijke welzijnorganisaties, scholen. Die met elkaar data delen om te kijken hoe kunnen we daar nou het meeste uithalen. Dus wij zijn daar, moet ik goed zeggen, nog een jaar geleden zijn we daarmee gestart. En dat is echt een open tussenorganisatie dat soort dingen uit te wisselen. En wij vragen ook aan vakgroepen, aan bedrijfsonderdelen van god, welke data zou jij nou interessant vinden en wat zou je dan nodig hebben? Ik ben bijvoorbeeld aan toerisme. Ik kan zo'n stom klikkertje zetten op zo'n brug. Nou, hoe vaak gaat die brug nou open? Maar dat zegt misschien de afdeling van verkeer. Nee, we willen iets slimmer weten. We willen weten hoe lang en hoe en wat dan ook. Terwijl de afdeling sociaal domein bijvoorbeeld zegt, ja, dat vinden wij wel interessant. Want dat zegt iets over reisafstanden naar zo'n school toe. En hoe gaan we... Dus heel vaak wordt geredeneerd vanuit uit vakgebieden van welke data heb ik alleen nodig. En we hebben echt alle vakgroepen bij elkaar gezet van, hoe ga je nou... Single employee, multiple use, maar ook dingen verzamelen waar jij het enige aan hebt. Ja.